Als ik hier toe kom, je rijdt de brug over, dan zie je eigenlijk altijd op de achtergrond de mijnschacht. En dan besef je eigenlijk in welke regio je bent en welke waarde dat heeft. En dat is voor mij iets heel speciaals om die in de achtergrond te zien. Als je hier toe komt, dan proef je gewoon de mogelijkheden van een ploeg die kan groeien naar topvoetbal. Hey, topcoach! Geweldig lommetje. Als ik zie hoe professioneel dat deze club is, zie ik dat die al ver staan. Hè. Ze trainen elke dag. Ze leven hier. Ze eten hier. Dat geeft wel een mooie indruk. Ik weet nog wel waar ik ben gestart eigenlijk in het oude stadion. Dat waren zo typische stadions en we hadden zo 3, 4, 5 dezelfde stadions. Ging je naar Waterschijn, Beringen, Winterslag of IJsden. Ze noemden dat vroeger een mijnploeg. Ik was een echte kompel. Ik ben dit nu nog altijd. Ik ben daar heel fier op en ik werkte en kom boven en dan ging ik rechtstreeks naar Patwa om te gaan trainen. Ik heb mijn eerste voetbalstappen gezet dus op de Kastanjelaan. Ja, dat was the place to be. En dan in 2005 hebben ze dus die hele accommodatie naar hier verplaatst. En hebben wij hier sinds 2005 Patro IJsden Maas Mechelen. Hopelijk gaan wij terug naar iets wat wij vroeger hier, een kolkende massa in het stadion een keer op de Kastanjelaan. Dat kan ik me nog heel goed voor de geest halen. En hier ligt alles voor handen. Zeker onder leiding van een bekwame trainer als Stijn Steijnen, die toch wel een serieus huzarenstuk op en voeren is hier. Laat die voelen wat dat betekent, mannenvoetbal. Ja! Ik ben gewoon heel loyaal. Ik ben supporter van Patro, dan ben ik supporter van Patro. En dan ga ik daar 100% voor. Ik ben medestichter van de sfeergroep Fanatics, 20 jaar geleden. We hebben heel veel ups en downs gekend. Veel degradaties. En ook bijna de verdwijning van de club. Hè. Stijn heeft de club overgenomen met degradatie. 14 punten, vergeet dat nooit meer. Hij moet rap een ploeg bouwen. Dat doet niemand na. In 2018 werd ik benaderd om hoofdtrainer te worden hier. Dus ik kreeg eigenlijk een drietal weken na mijn contract getekend te hebben hier een dood leuk telefoontje van de voorzitter dat het stopte, dat het verhaal bij Patro gedaan was voor hem. Dus ja goed, van een nieuw contract tekenen bij uw club naar een stuurloze club. Hier was niemand. We zijn dan mee gaan zoeken ook naar een overnemer die het van Wijn zou overnemen, uiteraard. We zijn uitgekomen bij Salar Azimi. We moeten het zeggen gelijk het is. Hè. Als Salar toen nee zei of daarin stapt, dan was het ook over en uit. Als je dan ziet dat wij 10 maanden later kampioen spelen, ja, dan is dat wel iets onwaarschijnlijk. Hè. Als je daar achteraf op terugkijkt, is dat een beetje waanzinnig zelfs. Hij heeft de club gered van de ondergang. Tuurlijk is hij voor ons de held. Dat is normaal, dat is logisch. Als hij er niet was geweest, was er vandaag misschien geen wedstrijd geweest. Ja, ik ben echt onder de indruk. Door wat één persoon toch, en dat is toch Stijn. Stijn, die dat allemaal heeft verwezenlijkt. Die de tijd heeft gekregen om dat uit te bouwen. Kom maar, keeper, zij. Alsjeblieft, hé! Circa 2020 heeft Salar eigenlijk aangegeven van kijk, ik ga die overgang
doen. Ik ga de club overlaten. Dan is er een periode geweest dat een Engelsman daarop gesprongen is. Snel ingezien dat dat niet de juiste stap was. En dan zijn we eigenlijk overeengekomen met die man om te zeggen van kijk, ja goed, dit gaat niet lukken. Toen kwam de club 2021 in handen van mezelf, Wouter Korsjes en Rick Vliegen. Daar wacht ons nog een zware tussentijdse taak die wij op ons genomen hebben om de club gezond te houden, te maken. We moeten ze nog gezond maken. Niet met de bedoeling dat wij de baas blijven, maar wel dat we op zoek gingen dan naar nieuwe investeerders, omdat wij allemaal rotsen overtuigd zijn van het potentieel van Patro IJsden. En sinds 1 januari 2022 is de club nu in handen van Sam Helmy en Collie Perry. We started on this path 2 years ago. We started looking for lower division clubs that we thought had the opportunity to and the right supporter base to be promoted. Sindsdien is het alleen maar crescendo gegaan met de club. Alles geprofessionaliseerd. Iedereen werkt quasi fulltime prof. En dat is voor Patro een droom. Hè? En doe, lieve, kom, hop! Tot einde, tot einde! I love football. I mean, I've loved it my whole life. It's there's no other activity, sport, or game that brings people together like football does. We were looking at clubs that we felt had potential to grow for the future, and we met the people who were running the club at the time, and that was Stein, Rick, Wouter, and we were so impressed by what they'd done with the club. Patro means community. The way it's linked to the local people and the surroundings is amazing and it brings all of Maasmechelen together. Voor mij is Patro een beetje in het verleden, want ik kwam hier als jonge gast, als kind met mijn vader altijd kijken naar de eerste ploeg. Is het heden en is ook de toekomst voor Maasmechelen. Patro gaat de club zijn die ook de stad, de gemeente, mee op de kaart gaat zetten op het nationale voetbalniveau. Belangrijk voor Patro is dat er duidelijke kernwaarden zijn. Hè. En tegelijkertijd is het natuurlijk een traditieclub. Hè. Zoals Club Brugge en Standaard dat zijn en Anderlecht op heel hoog niveau. Maar als Union ook dat was, hè, tot enkele jaren geleden, ook maar in de lagere regionen, is Patro dat ook. En dus wat dat betreft denk ik dat er nog een mooie toekomst voor Patro in het verschiet ligt. Patro is een heel gezellige en gemoedelijke club waar spelers en supporters nog dicht bij elkaar staan. Iets wat je op hogere niveaus minder tegenkomt. En ik denk dat dat wel iets wat de neutrale voetbalsupporter of voetbalsport in het algemeen wel kan aanspreken. Well, we've done our best to give Stein a good team. He is the one who's seeking the best talent out there to bring success onto the pitch. Every time I come here, I love this place more and more. It's just a really strong group here. Great catchment area, technical, fast-paced football, offensive. This is a really, really important part of the Common Group and Common Sports vision. Belgium and Patro are a huge part of that. De kwaliteit van mijn groep is zeer goed. En zeer goed in zijn totaliteit. Uiteraard zijn er ook gebreken. Werkethiek, uitstekend. Aan elkaar hangend, fenomenaal. Ons klassement staat daar. We zetten statistieken neer die fantastisch zijn. Dus ja, we kunnen daar alleen maar tevreden over zijn, over de huidige gang van zaken. Wat hij nu presteert, je ziet het ook, de groep hangt heel kort aan elkaar. Is zeer dynamisch, zeer fysische ploeg eigenlijk. En dat heb je toch wel nodig, nu in die periode, maar zeker ook in 1B. Voor ons zijn supporters even belangrijk als spelers. Geregeld bij uitwedstrijden komen ze ons ook uitzwaaien. Ja, dan hebben ze fakkels mee en dan
Dan begeleiden ze ons naar het rondpunt en dan rijdt de bus uit. En ja, dat zijn opwarmers, hè, voor die groep. The fans are incredible here. They're so loyal. They're here week in, week out, and they're super passionate. And we want to help them as much as they can to support their club and give them what they want to have a successful team. Ik ben al 20 jaar supporter, ik ben meegekomen via en blijf hangen. En we missen geen enkele match, geen enkele uitwas of thuis, maar 20 jaar gemist. In slechte tijden, toen we onderaan stonden, toen we laatste stonden. Als je dan nog 3 uur met de bus moest rijden, met de auto, we zijn altijd daar geweest. Als klein manneke, gelijk weer zeggen, ging het dus met mijn onkel en mijn vader naar een wedstrijd kijken. Ik kwam amper boven de omheining uit. En van toen af ben ik Pater altijd blijven volgen. Dat is iets dat heeft me gepakt, die emotie wat je hier hebt, die feeling voor voetbal. Dat is gewoon een passie wat misschien aan de Maaskandier eigen is. Mensen die wat voor iets zijn, die geven zich 100% ervoor. Dus ja, misschien ligt het hier in de lucht, ik weet het niet. Volgens mij bij Pater is er een heel professionele ploeg die heel veel ambitie heeft. Ja, en eigenlijk is het een hele familiale club waar iedereen graag is, denk ik. Ja, voor mij is het een grote eer natuurlijk om voor Pater te werken, voor een professionele club te mogen werken. Ik ben al elke dag als de spelers op de club zijn, ben ik ook daar. Dus ja, zij moeten maar aan mij vragen en die zaken wat zij niet hebben, die zijn dadelijk aanwezig. Wanneer was het emotioneel? Dan kom je bij uiteindelijk de prijs uit. Hè? Dat is logisch. Hè? Als je zit afrond, hetgeen waarvoor je maniakaal bezig bent, dan is dat het mooiste moment. Hè? Hier thuis tegen Turnhout enkele jaren geleden. Dat je het afmaakt. Dat je de titel kan vieren thuis voor een vol huis. Dus dat is, daaraan zie je hoe moeilijk op 80 jaar tijd, hoe moeilijk het is om een titel binnen te halen. En ja goed, dat is voor mij het sportief uiteraard het moment dat er bovenuit steekt. Tot 10 uur. En dan laat ik los. Dan is het tijd voor familie. Ja? Hai, kom boys. Hai. In het voetbal moet je keihard werken. Niks komt op bestelling en geen enkel promotie staat vast. Het zal dit jaar niet anders zijn. Het zal een hele lange weg zijn. En als we het realiseren, dan hebben we een enorme prestatie afgeleverd. Dus, en de ambitie is om elke wedstrijd te winnen. En de ambitie is om zo vaak als mogelijk te promoveren tot het eindstation. En het eindstation is 1A. Always want to play at the top of whatever league or division that we're in. We would love to get promoted this year to 1B. That's our goal. And then when we get to 1B, we need to reassess and say, what is it going to take for us to get to the top of 1B? Ik wens Patro vooral dat ze een gezonde club blijven, waarbij er ook een goede jeugdwerking terug gaat opgestart worden. De gemeente investeert ook mee in het jeugdcomplex hier. En dat moet de basis zijn van een club op langere termijn. En dan hoop je natuurlijk dat ze verder groeien. Dit jaar ja, gaan we naar 1B, dat moet lukken. En daarna zullen we wel zien wat de mogelijkheden zijn. Maar wat Union kan, moet Patro misschien ook wel kunnen. Misschien tot het Union kunnen worden van het Maasland. Deze club naar 1B, zeg ik ja. Waarom? Als ik het hele pakket zie, infrastructuur, het stadion, de spelers die nu al eigenlijk elke dag zie, de trainingsvelden die perfect erbij liggen, dan hoort dat zeker voor mij tot 1B. Pater is voor mij trots, passie en een leerproces. Pater heeft mij gemaakt tot de persoon waar ik nu ben. Patro is het fundament voor mij als voetballer en dat is iets waar je dus steeds op terugvalt en wat onvergetelijk blijft en wat een mijlpaal is in mijn leven. Ik kan alleen maar zeggen tegen de mensen dank u en toen ook de fans
Dank u dat je mij altijd hebt gesteund en mij de kans hebt gegeven om naar een eerste klasse te gaan. En met alles wat ik hier heb meegemaakt bij Patro, ja, dat is iets wat onuitwisbaar zal zijn. Iets wat ik de rest van mijn leven zal meenemen. Als ik er één woord op moet plakken, dan is dat gewoon passie. Patro means to me freedom. We are free here to paint the picture that we all want and that this club deserves. And it's a blank canvas. And we're free. He's both a genius and a madman. he's a brilliant guy. What he's able to put together on the pitch and off the pitch as well, the way that he's handled all the difficulties with the club in the past, and he's stayed loyal to the club for the past few years. And I think now it's paying dividends because we're helping him create a really good team, a team that he deserves. Voor mij persoonlijk is deze club op dit moment een obsessie. Dat je een club als Patro hebt gered, daar mag je levenslang fier op zijn, want dat staat boven alle titels, dat staat boven alle overwinningen die je haalt. Dat is het summum die je kan bereiken, die de meesten zelfs niet proberen te bereiken. En ja, dat is een eeuwig iets waar we ons nooit kunnen afnemen. En waar wij met heel veel voldoening altijd zullen op terugkijken.